Dag, ik ben Maarten van Rossum. Waar moet u naar een lezing van mij? In het theater liefst. De zogenaamde theaterlezing, let op, het is geen cabaret. Het is een theaterlezing. En mijn belangrijkste onderwerp eigenlijk al jaren is de democratie. Werkt die democratie goed of werkt die slecht? Als die slecht werkt, hoe komt dat dan eigenlijk? En omgekeerd, als die goed werkt, wat zijn dan de factoren die daaraan kunnen bijdragen? Het gaat in Nederland vrij redelijk met de democratie, maar u weet waarschijnlijk dat in tal van landen die democratie eigenlijk onder druk staat, dat die niet erg goed functioneert en het ernstigste patiënt zijn de Verenigde Staten. Daar is de democratie echt bezig aan een ingrijpend aftakelingsproces. Hoe kan het daar beter? Kan dat überhaupt wel? En waarom doen de kleine West-Europese landen het zoveel beter als de Verenigde Staten?